Voor kankerpatiënten is uiteindelijk één vraag de allerbelangrijkste. Hoe zal het met mij gaan? Om die vraag beter te beantwoorden, kijkt Hanneke van Laarhoven over de grenzen van haar vakgebied. Als hoogleraar translationele medische oncologie combineert ze elementen uit de geneeskunde, biologie, psychologie en religiewetenschappen. Om zo kanker beter te begrijpen en te behandelen. Misschien wel het allermooiste, maar meteen ook het meest complexe van mijn vak is het gesprek met de patiënt over welke behandeling voor hem of haar het beste is. Het beste in termen van overleving, maar ook het beste in termen van kwaliteit van leven met zo min mogelijk bijwerkingen. Daar zijn we als medische wetenschap nog niet zo goed in om het antwoord op die vraag te geven. Dat komt omdat we onvoldoende weten van tumorbiologie, maar dat komt ook omdat we onvoldoende weten van patiënten. Want maar zo'n 10% van alle patiënten doet mee aan klinisch onderzoek. En dat betekent dat maar liefst van 90% van de patiënten we eigenlijk helemaal niks weten. En dat maakt het heel lastig om juist voor die ene concrete patiënt die tegenover je zit, daar precies de juiste behandeling voor te kiezen. Ik richt mij met name op tumoren van het maag-darmkanaal en dan vooral het bovenste deel daarvan, dus slokdarmkanker, maagkanker en alvleesklierkanker. Dat zijn vormen van kanker met een hele slechte prognose die we nog niet goed kunnen behandelen. En wat ik probeer te doen met mijn onderzoek is om behandelingen meer specifiek toe te kunnen spitsen op de individuele patiënt. Daarvoor maak ik gebruik van nieuwe technieken, van MRI-scans, PET-scans, omdat je met die technieken tumoren letterlijk in beeld kunt brengen zonder dat je een biopt hoeft te nemen of dat je een patiënt hoeft te opereren. Overigens doe ik dat wel. Met bioptmateriaal en materiaal van de operatie ga ik naar het laboratorium en kijk hoe van die individuele patiënten de tumor eruit ziet. En hoe die tumorcellen, als je die groeit in kweekbakjes of in muizen, hoe die veranderen onder invloed van therapie. Je kunt je voorstellen dat als je een behandeling geeft gericht tegen een hele specifieke receptor, een antenne op de tumorcel, dat die in de loop van de behandeling verdwijnt. Ja, en dan werkt het dus niet meer. Dat beter in beeld krijgen, dat is waar mijn onderzoek over gaat. Waar ik ook mee bezig ben, is het opzetten van een database, samen met anderen, om daarin gegevens te verzamelen over patiënten. Niet alleen patiënten die deelnemen aan onderzoek, maar feitelijk alle patiënten, de 100%. We verzamelen de gegevens over de behandeling, maar we verzamelen ook gegevens over bijwerkingen en vooral ook over kwaliteit van leven, zodat we ook van deze totale groep in beeld krijgen hoe het met mensen gaat. Dat is eigenlijk voor heel veel patiënten misschien nog wel het allerbelangrijkste. Antwoord op de vraag, hoe gaat het met mij verder? Ik denk dat juist die interactie tussen de kliniek en andere wetenschapsgebieden, dan heb ik het over het laboratorium, maar ook de psychologie, de filosofie, de religiewetenschappen, dat juist die interactie maakt dat we uiteindelijk beter in staat zullen zijn om kanker te begrijpen en de patiënt met kanker te begrijpen. En met dat begrip kunnen we patiënten uiteindelijk ook beter behandelen.